Breda Nu. Je weet het meteen. Elk jaar wordt de Special Kids Dag georganiseerd. Ongeveer 300 kinderen met en zonder beperking sporten deze dag op het terrein van AV Sprint. De kinderen kunnen meedoen aan meer dan 20 verschillende activiteiten, aangeboden door verschillende Bredase sportverenigingen. De Week voor Toegankelijkheid is nu neergedaald bij Sprint, maar dat is een landelijke themaweek waar op een hele positieve manier aandacht wordt gevraagd voor toegankelijkheid, voor meedoen. En dat kan zijn door mensen mee te laten gaan naar de kroeg, naar evenementen, muziekfestivals. En de slotdag is op vandaag 6 oktober op vrijdag de Special Kids Dag, waarbij we kinderen ook mee laten doen. Door ze kennis te laten maken met allerlei takken van sport. We hopen sowieso te bereiken dat kinderen die sowieso al spontaan omgaan met kinderen met een beperking, dat ook later zullen blijven doen. En dat we toch, dat is wel een hele zware, naar een maatschappij gaan waar je niet meer apart wordt gezet. Waar je gewoon mee kan doen. Dat kan op de sportvloer, maar dat moet straks ook als je gaat werken, als je op school bent. En dat is het leuke, dat die scholen, ja, die kinderen onderling, ja, die zien helemaal geen beperkingen bij elkaar. En die sporten lekker samen. En dat is een beetje een zware doelstelling, die mag je dan integratie noemen. Maar dat is wel een van de redenen waarom de dag ooit is opgezet. Breda Actief bestaat uit twee onderdelen. Aan de ene kant vrijwilligerswerk en aan de andere kant sport. En ik ben van de sport zoals je ziet. En sport is ook opgedeeld in verschillende functies. Dus we hebben verschillende sportcoaches in huis. Een gedeelte van de sportcoaches is werkzaam op de scholen in Breda. Een gedeelte van de sportcoaches is werkzaam voor de wijken. En ik ben samen met een collegaatje werkzaam op de speciaal onderwijsscholen in Breda. Daar organiseren we verschillende activiteiten waarbij kinderen kennis kunnen maken met een bepaalde tak van sport. Met het idee ze te introduceren met wat ze allemaal kunnen, waar de mogelijkheden zijn om door te stromen naar een vereniging. En dat is uiteindelijk het doel, ze structureel aan het bewegen te krijgen. Lekker sporten en het is ook heel leuk om de kinderen met een beperking te zien spelen en dat ze het leuk vinden. Breda Nu. Je weet het meteen.